Een energiezuinig gebouw, dat wil jij toch ook? Je kunt op twee manieren naar energieverduurzaming kijken. Het theoretische energieverbruik, je energielabel, of het werkelijk gemeten energieverbruik, de WAI-score. Om Paris-proof te worden zijn beide benaderingen van belang. Dus waarom combineren we ze niet? We kijken hoe het energiekompas je kan helpen bij de verduurzaming van je gebouw. Welkom op ons hoofdkantoor. Wij zijn naar dit gebouw verhuisd om onze missie van Paris-proof gebouwen te kunnen realiseren. En dankzij de inzichten van het energiekompas is het ons gelukt om dit gebouw terug te dringen naar 70 kWh per vierkante meter. Wat betekent dat dit gebouw Paris-proof 2050 is. In onze ambities naar Paris Proof hebben we een grote stap willen zetten door het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Dat hebben we gedaan in samenwerking met verschuppenmakelaars, waarbij we de investering 50-50 verdeeld hebben. Uiteindelijk hebben de zonnepanelen ons in het energiekompas 3 labelstappen vooruit geholpen. En de WAI-score is verlaagd van 116 kWh per vierkante meter naar 84 kWh per vierkante meter. Door het uitvoeren van actief energiemanagement kregen we onze energiestroom inzichtelijk. Daarmee ook dat een deel van de energie naar de laadpalen ging voor de elektrische auto's en voor de verwarming van een nabijgelegen loods. Door het plaatsen van tussenmeters hebben we onze WAI-score kunnen verlagen tot 74 kWh per vierkante meter. Zo zijn we er ook achter gekomen dat de gasketel bij de WKO-installatie te vaak inschakelde. Dit is gecorrigeerd en inmiddels komen we op een WAI-score van 69 kWh per vierkante meter. Door een toekomstige software-update in de WKO-installatie verwachten we te kunnen afdalen naar 64 kWh per vierkante meter. Met deze combinatie van maatregelen is het ons gelukt om onder de Paris-proof 2050 norm te komen van 69 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak. En daar zijn we best trots op.